Het bredaanse sloopbedrijf Stolwerk heeft nog 5 tot 8 maanden nodig voor de sloop van de suikerfabriek aan de Markade in Breda. Zes specialisten zijn nu bezig om in totaal ongeveer 600 ton asbest uit de gebouwen te verwijderen. Stolwerk gaat over ongeveer een maand de isolatie van de twee 65 meter hoge silo's langs het spoor verwijderen. Nog voor de bouwvak wordt de grootste sloopkraan van Nederland ingezet om de silo's te slopen.